Thuiskomen podcast, waar we gesprekken voeren over het goddelijke en de hemel op aarde creëren. En vandaag heb ik twee hele mooie vrouwen bij me zitten. Eentje van ken ik best wel goed. Dat is mijn vriendin. Hey, kijk eens. Dat is Esther. En daar hebben we Marleen. Maar ik begin altijd met dezelfde vraag. En die vraag ga ik ook aan jullie stellen. Dus de een heeft er het voordeel dat hij er even over na kan denken. Jij weet de vraag al. Jij nog niet, Marleen. Dus de vraag is, wie ben jij? Die had ik niet verwacht. Mijn naam is Marleen Groeneveld. En ik ben vooral bezig eigenlijk met zingeving, met bewustwording, met magical badassery in de wereld helpen. Zorgen dat mensen in contact komen met zichzelf, met hun potentie en voluit leven. Met heel veel magie en heel veel badassery. Dus dat ben ik. Mooi. Ja. Mooi, dank je. Een S. Ja. Wie ben jij? Ja, ik wist dat die vraag ging komen en ik heb erover nagedacht. En ik bleef steken bij, ik ga er niet over nadenken. Ik zie wel wat er komt. Omdat het gelaagd is, wat mij betreft. Mijn naam is Esther. En wat ik doe, dat is vaak waar we in terechtkomen. Wat doe je? Dus ik houd me bezig met persoonlijke ontwikkeling. Mij vermaken. Ja, vermaken. Dat krijg je ook. ik denk dat wij samen wordt het wel zo een podcast? Ja, het wordt zo een podcast. De toon is gezet. Sorry, ga verder. Dat is ook natuurlijk hoe wij op elkaars pad zijn gekomen. En dat gaat natuurlijk echt over persoonlijke groei. En ik denk dat we de wereld mooier kunnen maken door zelf persoonlijk te groeien. Om door je eigen stukken aan te gaan, je te ontwikkelen. En daardoor meer in contact te komen met je eigen liefde en je eigen essentie. Dus in essentie ben ik liefde. Wauw. mooi gezegd. Ja, en wat jullie allebei ook heel mooi zeggen eigenlijk, is dat je verschillende rollen aanneemt. Wat is nou jouw favoriete rol, Marleen? Waar voel je het meest comfortabel in? De rol toch wel van het zelf doorleven en dan ook weer doorgeven. Dus bij heel veel dingen die ik zelf mee heb gemaakt, het zijn een boel dingen. Daar voel ik en ervaar ik zelf dus de lessen in. En ik voel een hele duidelijke calling om dat ook door te geven. Dus die rol van dat echt ook weer overbrengen op andere mensen, ze daarin meenemen op die reis, dat is wel de rol die ik graag inneem. Ja. Mooi. Ja, wij werken natuurlijk ook samen met z'n drieën. Ja. Wij organiseren de Citica events, waar we het later zeker ook nog even over gaan hebben. Maar wat ik wel heel mooi vind, want kijk, ik ken jullie redelijk goed, maar de mensen misschien nog niet. Dus het zou me heel tof vinden als jullie allebei even gewoon kunnen voorstellen van, oké, wat is mijn achtergrond? Waar kom je vandaan? Wat heb je ervaren in het leven? Wat heeft het je gebracht? Dus misschien wil jij beginnen, Es. Ja, dan word ik eigenlijk eerst teruggetrokken naar mijn jeugd. Ik heb echt een fijne jeugd gehad in een fijn gezin met twee zussen, fijne ouders. Maar ongemerkt wel de rol innemend van het derde kind die zich eigenlijk wat stilhoudt, die zich wat klein houdt, geen problemen wil veroorzaken, zich aanpast en op die manier zo makkelijk door het leven huppelt. Maar wel eentje die zich ongemerkt dus heel veel aanpast. En dat is eigenlijk wat ik later in mijn leven zoveel ben gaan tegenkomen van oké, maar wat wil ik en wie ben ik en hoe ga ik daar in godsnaam voor staan? En dat is ook echt een thema wat nog steeds terugkomt. Dus even denken, wat heb ik daar, wat ik daar wel interessant in vind is, is eigenlijk zeg maar de mannen die in mijn leven om het pad kwamen. Ik niet.
Ja, die mij eigenlijk uitnodigen om in mijn kracht te gaan staan. Ik wel. Ja. Mooi. Dus op een gegeven moment ben ik er natuurlijk bewust van. Oké, ik blijf me aanpassen. Iedereen vindt mij altijd lief. Ik ben ook best lief. Maar er zit bij mij denk ik ook wel stiekem een kleine... Nou, misschien niet eens een kleine. Een badass in verstopt. En het is gewoon tijd. En dat zinnetje, het is tijd, die is de laatste tijd zoveel doorgekomen. Het is tijd om helemaal in mijn kracht te landen. En in mijn kracht zie ik mezelf ook als iemand die, nou ja, die wat te delen heeft. Die haar eigen ervaringen daarin van, oké, helemaal in je lijf zakken. Helemaal aarde, gronden, jezelf worden, je authentieke zelf. En daarin gaan staan en dat dan weer mogen meenemen de wereld in het delen en teachen naar anderen. Mooi, en je hebt twee kids. Ja? Hoe doe je dit met kids, zeg maar? Ik deel mijn reis wel heel erg met hun. Dus ik probeer ze uit te leggen wat ik doe, de thema's die er spelen bij mij en... dus ook, weet je wel, ook dat je ziet, je doet niet altijd alles goed. En ik probeer het dan ook bespreekbaar te maken van, oké, ik heb het met de beste bedoeling gedaan, maar ik zie nu dat dit en dit en dat erin speelt. En ik merk ook dat zij zelf, ik heb ze heel veel de ruimte gegeven om zelf te ontdekken, om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over wat er in hun leven voorbij komt. En ja, ik kan eigenlijk super goed met ze praten daarover. Mm. En dat vind ik ook echt super tof. En tuurlijk, soms doet het pijn eigenlijk zelfs. Of pas kwam ik ook echt weer achter dat ik dan de neiging heb om voor ze te willen dragen. En die mocht ik echt teruggeven. Want ze zijn wijs genoeg om hun eigen stukken te dragen. Mm-hmm. Dat. Zo goed eigenlijk. Om even te benoemen dat ze ook wat ouder zijn. Het is niet een kind van vier die zijn eigen stukken mag dragen. Nee. Ja, hoe oud zijn ze? 16 en 25. Dus ja. Grote... Ja, ik vind het ook heel tof, deze fase, dat je gesprekken kan hebben over bewustzijn, over spiritualiteit, over persoonlijke groei, over als je getriggerd wordt, wat zegt dat over jou? Snappen ze supergoed. Denk je dat dat belangrijk is om dat mee te geven aan aan ik wilde dat ik had geweten wat zij nu eigenlijk al snappen. Ja. Het kwartje valt bij hun. En ik zeg ook altijd, mijn dochter die zucht af en toe van, jemig, wat een lessen krijg ik nu al de afgelopen 3 jaar. Ik zei, volgens mij zit je echt in een snelkookpan. Ja, het is bizar als ik zeg, ik heb daar 40 jaar over gedaan. En jij ziet dat nu allemaal al. En ze is 16. En ze is 16. Het is zo mooi hoe dat het is echt een wijsneus wat dat er gaat. Mooi, dankjewel. Dus ik denk dat ze wat te doen heeft ook. Ik het ook, ja. En hoe is dat voor jou, Marleen? Hoe ziet jouw achtergrond eruit? Ja, dan ga je natuurlijk vaak een beetje naar wat highlights binnen kijken. Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, dan is het thema vrijheid best wel belangrijk voor mij. Ik ben ook eigenlijk opgegroeid in een heel warm gezin met 1 zus. En als ik kijk naar de rol die ik toen heb aangenomen, dan was dat ook wel een beetje een soort mediator in ons gezin. Er werd niet heel veel gepraat over gevoel. En terwijl ik wel heel veel voelde. Dus dan ga je eigenlijk ook dingen een beetje invullen. En later in mijn leven had ik te maken met het pestverleden, bijvoorbeeld op school. Dus dat doet ook iets met hoe je in het leven staat van, mag ik er zijn? Mag ik mijn plek innemen? Wie ben ik? En is er ook nog iemand voor mij? Dat was een beetje mijn thema. En later in mijn leven merkte ik dat ook van invloed was op de keuzes die ik maakte met vrienden, relaties, wat niet altijd even prettig was. Dus ik zat ook af en toe in dynamieken waar ik gewoon mezelf vergat. Niet heel goed kon luisteren. Of misschien eigenlijk dat het te heftig was om te voelen. Dus het is eigenlijk wel ook een leuk bruggetje naar het werk wat ik nu doe. Dat gaat juist heel erg over voelen. Over bewustzijn van je lijf. Over het kunnen uiten wat er in je speelt. Mm. Dat is eigenlijk hetgene wat ik zelf heb moeten leren. Omdat dat niet...
veilig was toen in ieder geval. Ja, dus het was best wel een behoorlijke reis. En ik denk ook wel dat ik aardig wat tekens en lessen van het universum heb gehad. En dat begon eigenlijk al op mijn, nou, wat was het? Volgens mij was ik 25, toen had ik mijn eerste burn-out te pakken. Mijn laatste ook, overigens. Ik zeg mijn eerste. Maar, en dat was natuurlijk al een aaneenschakeling van ja, mijn lijf en allerlei signalen niet serieus nemen. En ik heb nog een aantal andere lessen nodig gehad om uiteindelijk tot het inzicht te komen. Dat voelen en echt luisteren naar jezelf en wat je ziel eigenlijk te zeggen heeft om dat serieus te nemen. Dus en ik denk eigenlijk pas dat toen ik in 2018, heb ik een auto-ongeluk gehad. En het was wel bijzonder, want ik volgde toen ook de opleiding tot leefstijlcoach, holistisch leefstijlcoach. En een aantal dagen voordat ik dat auto-ongeluk kreeg, had ik nog een lesdag gehad. En in mijn reflectieverslag had ik geschreven, het wordt echt tijd dat ik tot stilstand kom, want ja, het kan zo niet langer. Ik heb zoveel ballen die ik hoog moet houden. Ik sportte toen nog 7 keer in de week, want dat was een beetje mijn manier om te gaan. Heel veel sporten. En een aantal dagen later, ik kwam letterlijk tot stilstand met een auto-ongeluk en een hersenschudding. En ik geloof dat daarna pas echt bij mij dat proces op gang kwam van, oh ja, maar wat gebeurt er hier allemaal binnen? En hoe kan ik dit gebruiken om meer bewustzijn te ontwikkelen? En toen heeft ook echt mijn, de zoektocht naar spiritualiteit heeft echt enorme, hoe zeg je dat, spurt gegeven, genomen? Ja. Groeispurt. Groeispurt. Daarna kwam ook de adem als manier, zeg maar, om dus meer met je gevoel in contact te komen in mijn leven. En dat is magisch om in te zetten. Dus dat is nu ook wat jij ook aangeeft over het teachen. Ik voel nu ook dat de lessen die ik daar zelf in heb geleerd, dat dat nu het moment is om door te geven. En ik blijf zelf ook continu nog leren. Mooi. Dus, dat is belangrijk. Zeker. Ja. Waarom is het belangrijk? Omdat het nooit, je raakt ook nooit uitgeleerd. Ik geloof ook niet dat, en volgens mij is dit ook de wens van de ziel om te leren. Dus ja. Het is ook fijn om jezelf in allerlei manieren te kunnen ervaren. En dat doe je vaak door niet al te leuke omstandigheden. Inmiddels kan ik vrij snel ook ervaren van, oh ja, het schuurt hier even. Wat kan ik hier uithalen? Dus het hoeft ook niet meer een vervelende ervaring op zichzelf te zijn. Maar wat wil mijn ziel hier eigenlijk uithalen? Mooi. Dus dat blijft doorgaan. Ja. Ja. Dus je hebt echt wel twee punten gehad die een soort van voor een omkanteling hebben gezorgd. De burn-out en het auto-ongeluk. Want was dat voor jou, S? Dus heb jij ook echt een kantelpunt gehad? Of zijn dat bij jou meer verschillende gebeurtenissen die je uiteindelijk ergens toe hebben geleid? Ik denk dat ik heel langzaam gegroeid ben in bewustzijn. Dat begon eigenlijk al heel lang geleden. Dat het begon bij voeding. Oké, wat stop ik eigenlijk in mijn lijf en wat doet dat ermee? En toen ging ik door naar, oh, maar wat heb ik dan eigenlijk voor schoonmaakmiddelen in mijn huis staan? Mm. Wat doet dat daarmee? Toen kwam er, cosmetica. Wat smeer je op je huid en wat doe je daarmee? En en eigenlijk omdat ik werkte als schoonheidsspecialiste, kwam daar steeds meer bewustzijn op. Het hele plaatje. Mm-hmm. Je werkt dan met de huid, maar je krijgt meteen alle emoties en verhalen van de mensen op je wandelstoel mee. En zo begon ik eigenlijk steeds meer te groeien in, oh ja, maar het is op al die lagen. Het is een totaal plaatje. Mm. En de grootste shift kwam wel in dat ik eigenlijk in mijn vorige relatie steeds uitgenodigd werd om in mijn eigen kracht te blijven staan. Van oké, en van daaruit ben ik eigenlijk op het pad gekomen van allerlei opleidingen. En inderdaad die wens van de ziel om te groeien. Ja, ik was van de week naar een open dag met mijn dochter naar de hotelschool. En ik had al zoiets van, oh, dat wil ik doen. Gewoon het leren, nieuwe talen leren, weet ik veel. Dus ik ga zo snel aan op nieuwe opleidingen. Mm-hmm. Maar het is niet per se een heel groot event. Maar het is meer een lange leerschool geweest van de relaties waar ik in zat. De groei die je langzaamaan doormaakt. En en ineens was het wel duidelijk van, oké, nou mag ik een shift gaan maken. Ja. En ja.
Mooi. Ja, we zijn een beetje aan het toewerken natuurlijk ook naar het werk wat jullie doen. Want jullie doen allebei tantra. Jullie doen allebei ademwerk en transformatiewerk. Maar wat jullie misschien wel kunnen beamen is vaak de beweging tot tantra, ademwerk of wat voor transformatiemethode ook, is dat er altijd een prikkel van pijn onder zit. Ik ben heel benieuwd wat voor jullie die prikkels zijn geweest. Want uiteindelijk heb je ergens van binnen gevoeld van, oh, weet je, waar ik nu ben, dat klopt niet meer. Misschien heb ik mezelf verdoofd. Misschien ben ik te vaak over mijn eigen grenzen gegaan. Maar ergens is er een soort van pijnmoment geweest die je waarschijnlijk heeft aangezet. Wat was dat voor jou, Marleen? Ja, ik denk dat... Er komt even een herinnering in me op. En dat liep ook even parallel aan een periode dat ik gestalkt werd, bijvoorbeeld. Door een ex-partner. En dat gevoel wat ik in die periode heb ervaren was echt gedissocieerd. Dus niet meer in contact kunnen zijn met mezelf. Dat liep ook parallel toen aan mijn opleiding. Wat is dissociatie? Ja, dat je, voor mij althans, is dat het niet volledig in contact zijn met jezelf. Dus dat er eigenlijk een deel in jou is, wat ook misschien te heftig is om te kunnen ervaren op dat moment. Dus dan ga je het buiten jezelf zoeken. En in mijn geval dus ook door heel veel sporten. En dus niet voelen. Dus ik vond het op dat moment zo heftig om mijn gevoelens te ervaren, dat ik er het liefst bij weg bleef. En de situatie die dus even in mij opkwam, wat voor mij echt wel een soort kantelpunt was, was dat ik dus tijdens de opleiding, dat we heel erg juist naar dat lichaamsbewustzijn toe gingen. Een hele lesdag stond centraal daarover, dat thema. En mijn lichaam die trok gewoon aan de noodrem. Ik ben gewoon helemaal oud gegaan. En ik lag gewoon plat op de grond. En hyperventilatieaanval. En dat was echt een seintje in mij van, dit gebeurt er dus. Als je zo lang niet luistert naar je lijf en alle signalen, dan wordt er een noodrem getrokken. Ja. En zo zijn er een aantal momenten geweest waarvan dit wel eentje is die me bijblijft. Dus het belang... Oh ja, overigens, dat is ook wel grappig trouwens. Want ik doe dus nu inderdaad ademwerk. Maar ik heb in het verleden heel veel hyperventilatieaanvallen gehad. Door ook veel te veel spanning opbouw, dat niet reguleren. Dus door schade en schande wordt men wijs. Dus dat zijn ook, denk ik, wel de belangrijkste punten geweest waardoor ik nu op dit pad ben gekomen. Vanuit die pijnprikkel. Om weer te durven voelen. Om het wel te durven voelen, ja. En als je het hebt over tantra, dat gaat in mijn beleving ook echt over het leven volledig aannemen. Met alles wat er is, donker licht, niet fijn, wel fijn. Dat er allemaal te laten zijn. En dat is voor mij echt het maakt het leven een stuk aangenamer eigenlijk. Dat je gewoon alles er kunt laten zijn zonder dat je iets hoeft te vermijden. En dat je het kunt zien als onderdeel van van het leven, van de ervaring. Van het bewust worden van de ziel. Mooi gesproken. Thanks. Ja. En voor jou, Es, wat was bij jou de pijn erin? Ja, om daar dan even op in te haken, dat eigenlijk de grootste pijn en beknelling zit hem in het niet aangaan. Ja. Dat is waar alles zeg maar vast gaat zitten en waar je steeds meer in die weerstand en het zit. En eigenlijk is het alleen maar het gaan doorvoelen. Maar dat vinden zoveel mensen super, super eng. En ken ik zelf ook natuurlijk heel goed. Ja. Dat is zo mooi met het ademwerk. Dat je het eigenlijk zonder zelfs dat je er een verhaal bij hoeft te hebben, dat je het kan gaan doorvoelen. En als je eenmaal leert om naar de beknellingen toe te gaan en die ruimte te geven, dan is het veel makkelijker om er doorheen te bewegen. En dat is denk ik ook het leven. Want het leven is niet alleen maar bliss en halleluja. Het is natuurlijk gewoon... Ja, het is een weg van nou ja, alles, hoe jij dat zei, alles wat erbij hoort. Ja. De pieken en de dalen, het mooie en het minder mooie. En als je het gaat herkennen, kun je daar veel makkelijker doorheen gaan bewegen. En voor mij was het echt de behoefte aan verbinding. Verbinding met mezelf en verbinding met mijn partner toen. Zo is eigenlijk tantra op mijn pad gekomen. Wat is dan die pijn die daaronder zat? De pijn. De en hoe pijn, ging je daarmee om? Ja, toen? De pijn was wel echt het niet gezien worden en het niet gaan staan voor wie ik in essentie ben, zeg maar. En ik kan daar heel lang in, als ik terugkijk, eigenlijk kan er heel lang in blijven zitten van, ik wil iets, maar dit. Mm-hmm. En wat ik daar ook in herken is dan
de pijn uit zich in chaos en in allerlei afleiding. En uiteindelijk, dat is bijna eigenlijk elke keer is het, kom je er terug dat het zo simpel mag zijn. Mm-hmm. Dat we vaak in moeilijkheden. Even kijken, maar ik geloof ik niet helemaal de vraag beantwoord. De pijn, ja, ging echt over verbinding met mezelf dus ook. Want het is altijd wat je gespiegeld krijgt in de buitenwereld, is wat er in jou leeft. Mm-hmm. Dus echt de wens naar echte verbinding. Ja, en wat deed je dan om dat niet te hoeven voelen in dat moment? Aanpassen, ja. Echt, ik heb me heel veel aangepast, maar ook dat ik het zelf niet door had. Wel gewoon, ja, zo van nou, ik ben gewoon niet zo moeilijk. Mm-hmm. En, maar dat is natuurlijk, ja, dikke bullshit. Dat is gewoon jezelf elke keer een stukje weggeven. Yeah. En dan mag ik nu nog steeds elke keer dat ik denk, oh ja, wacht even, maar wat heb ik nodig? Yeah. Dus dat aanpassen was voor mij echt zo'n heel sluimerend iets. Ja. Yeah. Ja. En ik was al een paar voorzetjes aan het geven. Ik weet dat het belangrijk is en dat mensen daar ook dat ze zeker weten herkenning in vinden. Want wat is jouw relatie met eten daarin geweest? Eten is wel echt verdoven. En gekoppeld aan niet goed genoeg zijn. Elke keer in dat cirkeltje van op discipline proberen het anders te doen. Mm-hmm. Maar dat, ja, dat werkt gewoon niet. Dus de relatie met eten is voor mij echt anders geworden, verbeterd, omdat ik de lagen eronder ben gaan aankijken. Dus ik hoef het niet meer te verdoven. Ik mag gewoon voor mezelf gaan staan. En mm-hmm. ook mijn kleine ikje, mm-hmm. die komt daar ook echt. Ja, die echte van, ja, maar zie mij nou, dat stuk. Ik mag nu als volwassene zorgen van, oké, de stevigheid, de veiligheid zit in mij. Ik neem de leiding daarover. Ik hoef het niet meer te verdoven, dat gevoel. Ik mag gewoon weer terug naar mezelf, naar staan voor mezelf. Mooi, en wat ik je hoor zeggen is, ik heb aangekeken wat daaronder zit. Mm. En los van wat dat dan is, denken jullie dat dat bijdraagt aan een nieuwere, betere versie van jezelf? Dat daardoor pijn verdwijnt, dat daardoor het verdoven verdwijnt, of in ieder geval vermindert? Ik denk dat de oplossing nooit zit op de laag waarop je hem voelt. Of nou ja, nooit is dat een beetje een groot woord, maar met eten, de oplossing zit hem niet in een ander regime aannemen of op discipline, want dat gaat een keer over. Mm-hmm. Het gaat om de zelfliefde erachter. Dat je vanuit zelfliefde een verandering in bijvoorbeeld je eetpatroon brengt. Ja, en hoe kom je daar? Hoe kom je daar? Ja. Kom met die lifehack. Ja. Ja. Ja, biohacking, hashtag. Nou ja, ik moet zeggen dat me dat wel goed doet. Maar ik denk wel dat als ik eerder op dat biohacking was overgegaan, dan was er weer een moment van falen gekomen, omdat ik niet de dieperliggende stukken aangekeken heb. En er is niet één antwoord wat mij betreft. Er zijn heel veel methoden en heel veel lagen. Want ik merk ook, zeg maar, de laag van bijvoorbeeld je innerlijk kind dat gezien wil worden, dat nog ergens verstopt zit, ja, vanwege een situatie van vroeger. Dat stuk kun je natuurlijk met regressie aankijken. Maar daaraan gekoppeld zitten weer stukken die in je lijf opgeslagen zitten, of in je energetisch lichaam opgeslagen zitten. Die je bijvoorbeeld weer met meditatie, met ademwerk, met tantra, met whatever. Mm-hmm. Ja, er is zoveel. Dus er is niet één weg, één fix. Het zijn lagen. Ja, ik denk dat het resultaat wat je met biohacking behaalt misschien ook weer een gevolg is van de stappen die je voorheen al hebt gezet. Dus door de processen die je bent aangegaan en de dingen die je daarin hebt geheeld, dat je eten biohack als het ware, dat het gevolg is of zo. Misschien even één zin over biohacken. Wat is biohacken? Ja, het is een leefstijl, een manier van voor je lijf zorgen. En wat key is onbewerkt voedsel, geen suikers. Nou ja, en daar ligt voor mij altijd de uitdaging.
En ik moet zeggen dat ik nu langs de snoepschappen kan lopen zonder dat ik het moeilijk vind. Ja. En die suiker, dat is natuurlijk een mega verdover. Ja, en ik heb ergens die knop omgezet en de onderliggende stukken ook natuurlijk gedurende... En dat is niet van afgelopen 3 sessies, dat is natuurlijk een pad wat ik al heel lang afleg. Ja, mooi. Je kunt suiker volgens mij ook echt sowieso zien, letterlijk als een zoethoudertje. Mm. Ja, leuk is dat. Het houdt je zoet en druk met allerlei dingen eromheen, terwijl ga maar gewoon er naartoe. Voelen. Ja. En inderdaad aankijken naar het gezien willen worden. Dat kunnen we in onszelf. Mm. Mooi. Zoethoudertje. Laten we naar ademwerk gaan. Marleen, hoe is jouw ademreis begonnen? Bij de geboorte, toen ik eruit kwam. Ja. Had ik mijn eerste ademhaling. En ik dacht, wat je doet. I'm a magical badass! Zelf je ook op je geboortekaartje? Ja. Op de gras is dat, I'm still a magical badass. Dat vind ik wel een goeie eigenlijk. Ja. Ga From ik even heaven. Noteren zo meteen. Ik zit even een beetje terug te kijken, want het is nog niet vreselijk lang op mijn pad. Althans, ademwerk om dat in te zetten als transformatiemethode. Want wat ik al zei, ik heb dus zelf daar eerst een hele weg in afgelegd. Maar ik denk dat ik in een aantal jaar geleden, laat ik het daarop houden, 3 jaar geleden de opleiding deed om ademwerk echt als trauma-release methode in te zetten. En, want ik wist namelijk al wel, ook door mijn werkverleden bij reclassering, ik kan wel echt gewoon blijven staan in intense situaties. En als je het hebt over dingen aankijken, het is niet voor niks dat we ze wegdrukken, want soms is het gewoon te heftig. Dus als je ademwerk begeleidt, dan is het ook gewoon heel belangrijk dat je niet zomaar wegkijkt of wegdraait als iemand door een heel heftig proces heen gaat. Sowieso met alle traumaheling, denk ik. Met alle traumaheling. Ja, stevig staan. Ja, zodat ook degene die dus in die veilige bedding dat gaat aankijken, dat hij weet van oké, er wordt nu voor mij gezorgd. Dus die opleiding, het voelde voor mij zo vanzelfsprekend van ja, ik wil hiermee aan de slag. Ik heb heel veel trauma's ook gezien bij waar ik in loondienst was. Alleen dat was op een hele cognitieve laag. En ik voelde, nu mag ik meer naar het lichaam toe gaan. Dus, en eigenlijk ben ik direct het gaan inzetten daarna. En heb ik zo ontiegelijk veel mooie processen gezien, individueel in groepen. Groepen heeft in dat opzicht ook wel, ja, kan ook wel extra van genieten, omdat je dan echt die groepsdynamiek hebt waar je gebruik van maakt. Dus het is een reis van heel veel in de praktijk brengen, heel veel zien gebeuren bij mensen, daar dan steeds ook weer je eigen, ja, hoe zeg je dat, aanpak ook weer op uitbreiden en maar laten verwonderen. Dat is eigenlijk wat ik nog steeds iedere keer weer doe, na zo'n adem, of tijdens een ademsessie. Ik denk, jeetje, wat mensen die al jarenlang niet bij hun gevoel zijn gekomen en ineens een doorbraak daarin realiseren, dat ik blijf me erover verwonderen. Dat is een wonder. Ja. Is het mooiste wat ademwerk jou gebracht heeft? Terugkomen bij mijn gevoel, bij mezelf. Ja. En ook het vertrouwen in... Oh, zo, dat raakt me ook gewoon zelfs, merk ik. Ja. Ja, echt gewoon weer vertrouwen op mezelf. En ook wel wat jij net als thema noemt van mijn plek innemen. Dus ook niet mijn eigen kracht weggeven, altijd me aanpassen aan een ander of over mijn grens heen laten gaan. Maar nee, dit voel ik nu. En hier is mijn grens en die geef ik nu aan. Dus ja, dat heeft het voor mij op persoonlijk vlak gebracht. Ja. Hoi. Ja. En hoe was dat voor jou, Es? Voor mij was het, het kwam op mijn pad, even denken. Nou ja, in ieder geval, ik was in zo'n fase in mijn leven dat eigenlijk elke opleiding die op het vlak van traumahealing, persoonlijke ontwikkeling, ik ging overal op aan. Dus ik heb ook echt in 1 jaar 3 verschillende opleidingen tegelijkertijd gedaan. En ademwerk heeft voor mij persoonlijk ontzettend bijgedragen aan mezelf laten horen. Omdat je ook veel werkt in het ademen met klank maken. Je kan je voorstellen dat wat ik vertelde over dat je je klein houdt en stil houdt. En dat je daar ineens uitgenodigd wordt om uit je comfortzone te gaan en je te laten horen. Met mijn piepstemmetje. Ja, daar komt dan ineens een leeuw in. Ja, een oerkracht uit. En hoe vaker ik die durfde te laten horen, hoe makkelijker dat werd.
En daartoe nodig ik mijn cliënten ook altijd uit. Ik ben heel vaak bang thuis. Help, SOS. Nou, ik denk dat we het wel aardig in balans houden. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar dat uiten, jezelf durven uiten, dat was voor mij zo uit mijn comfortzone gaan. Ik durfde vroeger niet eens, weet ik veel, de tandarts op te bellen of iets te vragen in de supermarkt of... Nee. Zo belangrijk ook. Maar wij doen het ook. Als er boosheid of irritatie is. Weet je, het is ook niet altijd dan super liefdevol. Maar het komt er wel uit. En daarna is die opluchting. En dan meestal binnen een paar seconden is het alweer. Oh, ja. En soms is het. Misschien herken je dat ook wel. Alleen als er emoties naar boven komen. Of dat nou boosheid is of verdriet. Is het wel een manier om. Het mag wel een manier zijn om die te uiten. Denk je niet? Sowieso, en het woord, ik haal het van woorden, maar dat zegt natuurlijk ook al uiten. Dus je haalt eigenlijk wat in je binnenwereld speelt en wat daar soms ook verkrampt zit, dat haal je eruit door het te uiten. Ja. En ik moet net ook nog even denken aan, je gebruikt even het woordje eng, dat sommige mensen het eng vinden om naar emoties toe te gaan. En die herken ik zelf ook nog wel, en dat zie ik ook heel vaak inderdaad bij deelnemers voorbij komen. Terwijl eng, als je even daarna gaat kijken, dat gaat ook over dat het gewoon eng, klein is. Een enge ruimte, dat duidt ook iets aan wat zeg maar verkrampt zit. En jij maakte net al de beweging naar beneden toe als je het hebt over ademen en voelen. Als wij het veel meer de ruimte gaan geven, dan blijkt het uiteindelijk helemaal niet zo spannend en eng te zijn. Maar dan is het gewoon, het stroomt. Ja, het is wel angst voor de angst. Het is vaak angst voor de angst. En dat maakt het beklemmend. En hoe meer je daar tegen verzet, hoe enger het wordt. Ja. Bang wat je eventueel zou kunnen doen met gevoelens van boosheid, verdriet of depressie als ze omhoog komen. Je denkt, oh, maar omdat het weer gekoppeld is aan een ervaring uit het verleden. En dan kom je weer bij traumaheling in principe weer terecht. Maar als je gewoon durft te zijn met die emoties. Ik loop soms ook wel eens weg. En dan geef ik mezelf gewoon een paar minuten om die emotie te doorvoelen. En dan kom ik vaak weer terug. En denk, ah, oké. Ja. Lekker, klaar. Ja. En dat werkt zo goed als je gewoon die emoties te durft te zijn. In plaats van, ik voel nu boosheid en ik mag het niet laten zien. Dus ik ga al een soort van in de verkramping. En ik... Je merkt misschien ook al die ademhaling. Dan vastzitten, weet je wel. Dus dat zit gewoon vast in het lijf. Maar dan juist, en dan kun je misschien ook wel wat meer over vertellen. Als je dan juist gaat ademen, dan kan het loskomen. En je hoeft het ook niet te worden. Je hoeft het alleen maar de ruimte te geven. Wat ik daarmee bedoel is dat ik soms... dat je kan ervaren dat je de ruimte geeft... bijvoorbeeld in een sessie aan al je verdriet. En dat je helemaal in het verdriet, helemaal huilen en alles. Maar dat ik soort van het kan observeren bijna. En dat maakt dat ik... en het klinkt misschien raar dat ik ook er bijna van kan genieten... om in dat soort processen... Of wat je heel erg je boosheid kan uiten, hoe lekker dat eigenlijk bijna is. Dat hoe vaker je dat doet, hoe meer je eraan wendt. En dat je het bijna wel als een soort van APK even af en toe, omdat je toch ongemerkt soms weer dingen vastzet in je lijf, om gewoon ademsessie te doen. En weer even alle beknelden ook los te laten. Ja, en wat jij volgens mij ook omschrijft, is dat je even de identificatie ermee loslaat. Hè? Dus we kunnen soms denken dat we verdrinken in onze emoties, terwijl dat hoeft helemaal niet. En je kunt inderdaad tijdens zo'n sessie ervaren van, joh, het is er en het wil in mij stromen of door me heen stromen. Waardoor je eigenlijk jezelf ook weer bevrijdt en ook weer in contact komt met een soort natuurlijke flow in het leven. En dat is vaak waar we natuurlijk in vastlopen. Want als je dat op slot zet, die negatieve emoties, dan zet je vaak gewoon je hele gevoelsleven op slot. En dat weerhoudt je ervan om gewoon in te kunnen tappen in een natuurlijke flow van het leven. Ja. En er zijn ook verschillende soorten breathworks, toch? Dus kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Want je hebt natuurlijk het uit de tantra en je hebt het releasen. Misschien kunnen jullie ons de breath gewoon even een methode even omschrijven. Wie begint er? Doe jij maar over het tantra gedeelte. zal ik daarmee starten? Ja, in de tantra wordt er heel veel met adem gewerkt, met geluid. Omdat adem is natuurlijk een supergoeie methode om in je lijf te zakken, om in het hier en nu te zakken. En je kunt je levensenergie er ook mee aanzetten, mee vergroten. Niet alleen natuurlijk doordat je gewoon meer zuurstof binnenkrijgt, maar omdat je gewoon de circulatie aan kan zetten in je lijf en in je energiesysteem. En
Ja, hoe zou ik het eens zeggen? Je stuit daarbij ook op blokkades, kan. En daar kun je weer ruimte aan geven door er doorheen te ademen. En hoe meer je dus door die blokkades heen gaat en je kan die stroming gaan maken. Hoe moet ik het zeggen? Dan neem je vanuit al je chakra's. En als je in de tantra werken we dan veel met tweede chakra, die echt voor de sensualiteit, voor de stroming staat, voor creativiteit, seksualiteit. Als je die verbindt met je door de adem met je hart, dus weer met je liefde. En je gaat die laten circuleren. Je kan hem ook nog meenemen naar je kruinchakra. Dan krijg je die hele verbinding van het aardse, van je lijf, van je levensenergie, van je liefde, van je spirituele energie. En dat wordt een hele kringloop. Dat is levensenergie. En dat is ook eigenlijk waar tantra en seksualiteit. We zijn vaak gewend in seksualiteit en ook echt in seks, zeg maar, om naar een orgasme toe te werken. En dan krijg je een ontlading. En dat is het. En daarna zijn er zelfs veel mensen die meteen uit verbinding schieten daarna. Mm-hmm. Maar als je daar. Ja, je bent zo'n grote leermeester voor mij daarin geweest. Zeker in het begin. Ik was al continu uit verbinding, ook na seks en alles. Dus ik heb van jou echt wel geleerd om in verbinding te blijven. Mm. Dus ja. Ja, en grappig eigenlijk, omdat ik aangaf, hoe ben ik op dat pad gekomen? Nou, uit behoefte aan verbinding. Ja. Maar het mooie dus is, als je met je adem die levensenergie, eigenlijk al die energie verbonden met je hartenergie, kan laten circuleren, dan gaat je hele lijf meedoen. Dan gaat alles stromen. En dus ook in seksualiteit. Niet dat dat voor vrouwen makkelijker is, want ik kan me voorstellen, voor de mannen zeker ook die dit kijken, dat er best wel een aantal gewoon orgasmen gericht zijn. Weet je? Het is ook super mannelijk. We werken naar het hoogtepunt toe en dan is het. Lekker doelgericht. Ja, lekker doelgericht. En dan is het klaar. Maar zo word je natuurlijk ook opgevoed met porno, de maatschappij, school, het omgaan met andere mannen. Het is wel wat je geleerd wordt. Dus op een gegeven moment kom je dan op zo'n leeftijd. En dan denk ik voor mannen vaak, als ze een vrouw krijgen die met tantra bezig is. En die ineens zeggen, ja schat, weet je, ik wil wel gewoon even ademen ook tijdens de seks. En ik wil je echt voelen. En ik wil ook gewoon dat we in verbinding blijven. Ja, ik denk dat het voor heel veel mannen, dat ook gewoon weer dit dan kan gebeuren. Van, weet je, wat gebeurt hier? Ik herken het in ieder geval. Het is twee kanten op. Proces waar je dan doorheen gaat. Maar op het moment dat een man misschien weer dan zegt van, oké, wow. Dan komt de vrouw van, word ik nou afgewezen of zo? Ja, ik denk niet dat per se mannen of vrouwen, want ik denk dat vrouwen het net zo goed tegenkomen. Ik geef ook koppelsessies, tantra koppelsessies. En daarbij is het echt niet dat het altijd de mannen zijn die dan ergens in vastlopen. Vrouwen ook, die hebben ook vaak dat ze ineens verkrampen in hun lijf. En dat is met bewuste intimiteit, dan mag je daar dus ook bij stil gaan staan. En als je de druk ervan afhaalt dat er inderdaad gepresteerd moet worden en dat er een bepaalde uitkomst moet zijn, dan kun je helemaal aanwezig zijn bij alles wat zich aandient. En dat is ook waar tantra natuurlijk over gaat. Ja. Over helemaal aanwezig zijn. Dus ook, waar we het eerder al over hadden, het leuke en het minder leuke. Dus ook vaak gaan we daaraan voorbij. Dat je ergens aangeraakt wordt en dat je eigenlijk, dat je lijf dit doet. En dan denken we. Dat kan twee kanten. Ik bedoelde meer als in. Dat er ergens een verkramping komt. En daar gaan we vaak aan voorbij. Als je niet bewust daarmee bezig bent. En dan denk je, oké, ja, zet maar aan de kant. Want straks stel ik de ander teleur. Maar als je erbij stil gaat staan. En je gaat daar weer even met aandacht naartoe. En met je adem naartoe. Ook daarin weer die adem. Dan kun je er langzaamaan weer in verzachten. Ja, en wat is de relatie dan met het bewegen en de klank? Want die noemde je ook op. Nou ja, het gaat natuurlijk over, daar komen we elke keer weer op neer. Als er verkramping is, als er dingen vastzitten, als je je niet durft te uiten. Ja, je kan heel ademen, maar als je lijf zo blijft, ja, het mag natuurlijk gewoon los. En dat merk je ook in spreken. Als alles verkrampt zit, als je in een hoge ademhaling zit, je hebt stress,
Dan gaat je stem ook meer zo en gaan je schouders zo. Hmm. En gaat, nou ja, als jij iemand probeert iets over te brengen en je praat vanuit daar, dan, nou ja, denk jij dat het overkomt? Nee, in plaats van dat je denkt, oké, ik adem even diep, ik zak in mijn lijf. En dan verandert de toon van je stem en dan kun je je gaan uiten. Mm-hmm. En ook daarin weer, in intimiteit, ja, er zit vaak heel veel schaamte op. Ook weer in uiten, in je lijf laten zien, in beweging. Ik denk dat we, als ik het even generaliseer, met z'n allen 10 stappen terug mogen in verbinding en intimiteit. Mm. En wat is dan een mooie stap die je in een relatie daarin kan zetten? Iets wat je heel simpel thuis al kan doen? Ja, dan is eye gazing wel stap 1. Samen met ademhaling. Ja. Als je alleen al je ademhaling op elkaar af gaat stemmen en elkaar aankijkt. Ja. 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 En dat hebben wij vorige week ook nog gedaan. Ja. Eye gazing met elkaar. Ja. En het is zo bijzonder wat je ziet in de ander. Het zegt altijd wat ook over jou. Ik moet even denken wat je in mijn ene oog en in mijn andere oog zag. Mag ik hem hardop zeggen? Ja. Wat was dat? Iets met, ja, ik zag in haar ene oog zag ik echt de wijze oude vrouw. En in de andere oog zag ik de ondeugd. En volgens mij resoneerden die wel allebei. Klopt dat? Mm-hmm. Ik denk dat we ook allemaal dat in ons hebben, die delen. Dus. En het gaat er ook om, van kun je dat helemaal belichamen zonder dat weg te drukken. Mm. Giet je het even lekker overheen? Ja, het glas zit vol. Ja. En waar ik net ook nog even aan moest denken, toen je die vraag stelde over als het voor de mannelijke luisteraars. Ik denk wel, ik zie dat echt vaak voorbij komen dat bij mannen inderdaad die prestatiedruk zo is opgelegd. Dus die herken ik zeker bij mannen. En wat ik bij vrouwen toch ook wel vaak zie, ook wel misschien ja, gericht daarop, maar vaak ook wel een beetje dat aanpassen en het moeilijk hebben of moeilijk vinden om te ontvangen. En vaak in een soort please-rol zitten. En ik denk zeker dat daar ook een doorbraak in nodig is eigenlijk, om meer in die verbinding te gaan en ook te kunnen loskomen van die oude ideeën daarover. Mm-hmm. Van, kunnen we wat meer echt weer luisteren naar ons gevoel en de tijd ervoor nemen vooral ook. En volgens mij als je met elkaar gaat eye-gazen, dan is dat eigenlijk stap 1, vertragen. En gewoon de tijd nemen voor elkaar in verbinding. En niet maar alleen op een fysieke laag, maar juist ook op zo'n spirituele, energetische laag. En vandaar de volheid eigenlijk ook van intimiteit kunnen ervaren. Daar zit zoveel rijkdom in. Mm. En dan kom je ook wel de pijnstukken tegen natuurlijk. Ook weer een bruggetje naar het andere. Dat zit hier ook in. Want je komt misschien ook die pijn, en dat zie ik ook tijdens de tantra-massages voorbij komen. Dat mensen ineens voelen van shit, wat heb ik mezelf eigenlijk tekort gedaan al die jaren. Van jeetje, dat komt dan ook omhoog. En als je daar ook weer doorheen kunt ademen, daarbij kunt blijven en jezelf daarmee ook een soort voornemen misschien wel kunt maken van hoe je het vanaf dat moment anders zou willen ervaren. Ja, daar zit heel veel kracht in en heling, naar mijn idee. Ja, en dus op de pauzeknop. Ja, vertragen. Ja. Dat vind ik ook altijd wel een belangrijke. Ja. 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 Helder kunnen communiceren ook vooral. En dat gaat natuurlijk ook in eerste instantie over zelf kunnen voelen en ervaren wat dan je behoefte is. Mm-hmm. En dat ook durven en kunnen uitspreken, heb je het ook weer, het uiten, wat erin zo belangrijk is. Dus ja. Ja. Ja, we hadden het natuurlijk over adem en toen kwamen we over adem en tantra. En als we dan weer komen op het stuk adem en traumaverwerking, waardoor je dus steeds makkelijker bij jezelf komt en die stukken aan kan gaan en op die pauzeknop durft te drukken. Ja. Ja, dat is ook wel echt jouw kracht. Ja, ja. Ja, want eigenlijk is trauma, dat is natuurlijk een heel heftig woord. Sommige mensen deinzen daar ook misschien een beetje van terug. Maar het gaat eigenlijk om een onverwerkte situatie. En wat je met ademwerk heel mooi kunt bereiken eigenlijk, is dat je dus naar het onderbewuste toe gaat en datgene voelt en ervaart wat er nog aan soort van restjes in jouw systeem zit, wat je dus nog niet verwerkt hebt. Is dat ook wat trauma voor jou is? Onverwerkte ervaringen uit het verleden? Ja. Ja, en eigenlijk ook weer terugkomen tot het woord dissociatie. Dus het gaat ook even over, op dat moment was het te heftig om te voelen of te ervaren. En
soms heb je dan weer een nieuwe trigger nodig om toch ook weer daarin terecht te komen. Zodat je die situatie kunt integreren eigenlijk. En wat voor situaties heb je dan? Heb je dan uit je jeugd, uit voorouderlijke lijnen, uit andere levens? Allemaal? Allemaal, ja. Volgens mij is het een soort van alle ervaringen samen die jij ook als ziel inderdaad in dit leven en vorige levens met je meedraagt. Wat je in een soort volledigheid hier mag gaan ervaren. Ja. Zonder dat je dus die spanning en de emotionele lading die er soms op kan zitten hoeft te ervaren. Ja, ik ben ook benieuwd hoe jullie dat zien. Ik merk de laatste tijd op, zeg maar, dat iedereen wil heel graag voor ouderlijke lijnen een hele andere levens doen. Maar ook in dit leven is er juist zoveel, denk nog te doen aan trauma. Ook of het nou grootschalig trauma is, zoals misbruik, dat soort dingen, oorlog of kleinschalig. Weet je, het kan nog steeds groot zijn, maar dan begrijpen mensen wat ik bedoel. Voor een keer uitgelachen worden voor de klas of papa die een keer een gemeene opmerking naar je maakt. Maar het zijn allemaal dingen die op de lange termijn ook effect kunnen hebben. Naar mijn idee heb je ook die ervaringen in dit leven nodig. Om wat ik dus net ook zei, die trigger heb je nodig om ook weer dat stuk in jezelf te kunnen oproepen als het ware. Ja. Dus ik geloof er zelf in dat je als ziel ook wel bijvoorbeeld je ouders kiest. En situaties aantrekt waarvan je weet eigenlijk dat je ook weer in oude pijn terechtkomt. Hmm. Met dus nu de uitnodiging om iets met die pijn te gaan doen. Dus om dat te gaan voelen, jezelf wellicht daarin te kunnen bieden wat je eigenlijk van de ander verwacht. Hmm. Want dan gaat het uiteindelijk ook om dat je dus niet meer iets buiten jezelf neerlegt. Maar dat je de kracht ook in jezelf kunt voelen om daarmee mee om te gaan. Dus ja. Ja, eigenlijk dat die thema's die je in dit leven tegenkomt, dat die eigenlijk een herhaling zijn van thema's die eigenlijk al spelen. Ja. Dat is wat ik ook veel terug zie komen in sessies. En daarom kun je ze ook vaak aan elkaar rijgen. Dus als je in een thema in de familielijn terechtkomt of in een vorig leven, dan kun je hem vaak al meteen meepakken in de uiting in dit leven. Mm-hmm. Ik zie dat ook al vaak. Ik werk dan ook veel met shamanistisch ritueel. Veel met vrouwen. Ik heb heel veel vrouwen in mijn praktijk die ook te maken hebben met seksueel misbruik. En ook daarin zie ik gewoon heel vaak de lijn al in de vrouwenlijn. Dat er dus, dat is bizar veel, hè? Ook. Een op de 3-4 sessies, een op de 3-4 cliënten heeft wel iets met misbruik meegemaakt. Ja. En dan niet altijd zelf natuurlijk, maar altijd wel iets wat er in die voorouderlijke lijnen zit. Het is echt bizar gewoon. Ja, en het is nu echt de tijd, denk ik, dat alles aan het licht aan het komen is. Dat we allemaal echt mogen helen. Ja. Ja. En, sorry, ik wou weer... Nou ja, in ieder geval, ik ging naar Sitika eigenlijk, dat ik dacht... Zeg je nou gewoon mijn gedachten? Ja, sorry. Ja, dat doet mij uit. Dat weet je. Zeg jij nou gewoon mijn gedachten of ik? Dan ga ik gewoon lekker gaan zitten. Ja, dat kunnen wij heel goed. Ja. Vertel. Ja. Sitika, dan ga ik gewoon geen introductie doen ook. Weet je? Ga gewoon vertellen. Wat is Sitika? Wat is Sitika? Waar staat Sitika voor? Sitika. Is dat iets van het Hebreeuws of zo? Hebreeuws voor duif. Onder onsje. Ja. En onder onsje. Sitika, dat is natuurlijk de afkorting. So you think you can adem. Ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk gekscherend begonnen, die naam. Dat die naam nog stand heeft gehouden, joh. Ja, dat logo serieus hebben geaccepteerd. We hadden serieus een logo van So You Think You Can Dance. En dan hadden we dance doorgestreept en daar hadden we adem onder gezet. We waren gewoon uitverkocht de eerste twee edities. Ja. Dat is bizar. Nee, laat wel zien dat we ook van luchtigheid en rol erin houden. Ja. Vind je dat belangrijk ook? Ik wil in ieder geval, als je met zwaardere thema's te maken hebt, dan is het zo fijn dat je daar maar het gewoon natuurlijk met liefdevolle aandacht aanwezig in bent, maar tegelijkertijd dat je ook de luchtigheid erin kan houden. Ja. Want anders is het volgens mij echt niet te doen als je helemaal telkens in misbruik, in concentratiekampen, werkkampen, weet ik veel wat allemaal terechtkomt. Ja, dan heb je wel dat licht nodig. Mm-hmm. Ja, en dat is denk ik ook waar we altijd weer naar terug mogen. Je kan door hele diepe stukken gaan, maar uiteindelijk gaat het over dat je jezelf weer kan bekrachtigen daarin en dat je daar dus ruimte voor maakt. Ja, dus dat je wat je daarop ervaart, dat je de lessen eruit haalt en dat je die meeneemt weer in het hier en nu. Ja. Ja. Ik denk dat veel mensen die ook wel soort van vergeten, denk ik niet, dat je dan die lessen uit
dat andere leven of zo, dat je die sessies doorleeft. Ja. Maar dat ze dan vergeten in het hier en nu dat te gaan integreren. Dus je doet een sessie, je komt thuis, je komt in dezelfde situatie en je gaat weer hetzelfde doen. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is, en adem is er ook een perfecte methode voor, denk dat je daar wel gewoon, zeker in het begin, dagelijks tijd voor maakt. Dat je rituelen gaat doen, dat je het gaat integreren. Ja. Misschien je ervaringen op gaat schrijven, maar juist dat soort dingen om alles te integreren. Dan komen we toch op je favoriete woord, ownership. Ja, maar je mag wel de verantwoording nemen voor de keuzes die je maakt. Ik bedoel, aan de ene kant is het natuurlijk ook achterover leunen, maar... Hoe bedoel je dat? Kijk, ik begrijp het, maar ik weet niet of iedereen... Ja, ergens mag er ook een moeiteloosheid en een soort van overgave in... Oké, ik laat mij leiden door wat er door mij heen mag gebeuren. Maar, en als je dus zo'n sessie doet en je gaat daarna weer terug in je oude patroon, omdat het op verschillende lagen heel je. Dus je kan natuurlijk in dat karma-stuk dingen geheeld hebben, maar als jij je mentale patronen, die gaan niet meteen hop mee. Ja. Dus daar mag je wel bewustzijn op hebben, dat je toch weer zelf ook de keuze maakt om dingen ook weer anders te doen, zodat het allemaal met elkaar mee gaat bewegen. Het is geen quick fix. Nee, en het fysieke lijf komt er vaak nog weer achteraan. Ja. Ook. Ik weet niet of jullie dat ook doen, maar ik doe in mijn trajecten echt juist ook dat integratiestuk van wat kan ik in het dagelijks leven doen, om wat ik in de sessies onderga, om dat ook te integreren. Dus wat voor methode kan ik inzetten, wat voor mij helpt? Is dat schrijven, is dat meditatie, is dat ademwerk? Maar ook, ik doe dan ook calls tussen de sessies door van oké, wat speelt er nu in het dagelijks leven? Waar loop je tegenaan? En dan op basis daarvan intuïtief coaching geven van oké, dit is dan wat je kan doen in zo'n situatie en dit is hoe je het volgende keer kan veranderen. Ja. En dan zie je mensen echt gewoon nog sneller, zeg maar, die groei maken. En dat is wel echt heel tof. Ja, zeker ook als ze bijvoorbeeld weten waar ze naartoe zouden willen bewegen. Dus niet alleen van, je bedenkt wat je wilt loslaten, wat je wilt verwerken. En dat gaat heel erg met de focus naar het verleden. Terwijl als jij bij wijze van spreken ook een ademsessie of wat voor sessie ook instapt met de intentie waar je naartoe wilt bewegen, dan wordt het en veel krachtiger. En je kunt inderdaad ook met de integratie veel effectiever aan de slag. Werk ook met intenties, Jij ook denken? Er zijn ook een hoop mensen die dus juist binnenkomen. Ik weet het niet, dat klopt. Ik heb geen idee meer, zeg maar. En dan kan het wel een soort doorbraak realiseren om weer in contact te komen met die flow. Ja. Van waaruit je inderdaad weer meer kunt zien, maar dit is eigenlijk de richting die ik op wil. Dat klopt. Ja. Ik zie ook een beweging, die vind ik zelf heel fijn, omdat ik zelf ook in die beweging zit, dat heel veel mensen juist ook de doelen loslaten. En natuurlijk in een sessie kom je wel van oké, ik merk dat ik dit en dit heb en daar wil ik aan werken en dat wil ik oplossen. Maar tegelijkertijd dat mensen veel meer in overgave willen landen. En juist gewoon dat pad willen bewandelen, gewoon liefdevol, blij en vrolijk, alles omarmend. En tegelijkertijd vanuit dat pad dus die keuzes gaan maken. Mm-hmm. Zonder dat we al weten waar we naartoe moeten gaan. Ja, en dat is misschien ook weer per persoon verschillend. Volgens mij las ik daar nog iets over in Human Design. Voor de een is het juist het niet weten en het volgen. En voor de ander is het meer helemaal je purpose omarmen en daarin je keuzes te maken om je purpose te volgen. Mooi, denk ik dat iedereen daar weer anders in is, ja. Ja. Laten we naar Sitika gaan. Want daar, je had net ook al een mooi woord gebruikt, wat ook een mooi bruggetje is al naar onze eerstvolgende editie. Want je had het over integratie en over het doen van rituelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kan ik alvast iets delen over ons thema van de volgende keer? Ja, tuurlijk, ga je gang. Ja, nice. Wij hebben natuurlijk voor onze volgende editie op 8 juni in Deventer. Hebben wij als thema ook echt meer de natives, de voorouders, de wisdom keepers. En jij noemde net even de rituelen die je dan inzet, zeg maar, tijdens integratie. En wat ik zelf zo mooi vind aan het thema wat wij 8 juni ook hebben. De natives, dat draait voor mij ook heel erg over de oerverbinding met de natuur, met moeder aarde. En wat zij heel veel doen, wat wij volgens mij veel meer mogen gaan doen, dat is dus werken met rituelen. Dus met volle aandacht ergens bij stilstaan met de overgang van een bepaalde levensfase bijvoorbeeld.
En dat is volgens mij ook iets wat wij die middag heel sterk naar voren mogen laten brengen. Dat het echt een ritueel is. Een soort overgangsfase misschien wel van oud naar nieuw. Naar iets wat je wilt loslaten of juist iets wilt bevrijden. Dus dat, ja, vond ik al een mooi bruggetje van jou net. Ja, mooi. Ja, supermooi. Ja. Ja, en ik denk ook om weer die oerkennis die je eigenlijk dat... in je draagt... vanuit je verbinding, nou ja, met de aarde, met de natives, met ja, ik geloof ook wel in ervaring in vorige levens, dat je er toch allemaal stukjes van bij je draagt en dat je die ook weer mag naar buiten mag laten komen. Activeren. Bizar, ik zit aan die eerste twee sessies of de eerste twee events te denken die we hebben georganiseerd en wat voor energie daarin. Dat is echt. En wij kicken daar ook op natuurlijk. Als mensen je voorstellen dat je in een kerk zit. Dus wij doen alles eigenlijk in kerken, want dat vinden we echt extra mooie magische belevingen. En de energie op de meeste plekken waar kerken staan is natuurlijk ook mooi, zeker omdat de meeste op leilijnen zijn gebouwd. Maar wat we daarin zien en waar wij dus zo goed op gaan, is dat mensen echt de vol voor gaan en huilen, schreeuwen, maar ook lachen, dansen. Dat alles wat zich gewoon aandient, dat er gewoon kan zijn. En dat we daar een space voor creëren, dat ook gewoon mogelijk is. En ik vind het ook heel krachtig dat wij dat dus niet met z'n drieën doen, want dat gaat niet als je 60, 80 mensen hebt. Maar wel als je een heel team van professionele spaceholders erbij hebt, die mensen ook nog eens 1-op-1 aandacht daarin kunnen geven. Ja, dan schep je wel een omgeving die het mogelijk maakt om dit soort processen aan te gaan. Mm. En ja, ik vind het heel mooi dat we het ademwerk, zeg maar, combineren met allerlei andere verbindingsoefeningen en transformatiemethoden om mensen echt te helpen los te laten en door middel van ritueel ook iets nieuws weer eigen te maken. Dus wat we altijd in het transformatiewerk doen is dus deels opruimen en het andere deel is natuurlijk het nieuwe ook weer eigen maken. Ja. Dat is volgens mij ook wat we de vorige keer ook van heel veel deelnemers hebben teruggekregen, beide keren overigens. Je had het over de spaceholders en dat we echt een ruimte maken, een veld waarbinnen die transformatie kan plaatsvinden, dat zoveel aan ons teruggaf van, joh, er was eigenlijk, terwijl het een grote groep dan is, maar er was altijd iemand direct in onze omgeving om ons ergens doorheen te helpen. En volgens mij is dat ook met ons team. Ik ben zo blij met ons team. Ja. Dat we dat gewoon samen daar kunnen neerzetten, dat is echt magisch. Ja, en dat we een nieuw professioneel logo hebben met een nieuwe naam. Yes. Met dank aan Esther. Ja, en ook met die live muziek erbij, met de drums en de trommels en de bellen en de riemeltjes. Wat ik wel leuk vind, ook nog even om te noemen daarin, is omdat ik vertelde over dat uit je comfortzone gaan en jezelf durven laten horen en durven voelen, al die, omdat we in zo'n collectief veld. We hebben daar echt een veld met heel veel deelnemers en heel veel spaceholders. Mm-hmm. En dat maakt dat het eigenlijk veel makkelijker nog is om het aan te gaan. Ja. Want je bent niet alleen, je doet het samen en je draagt elkaar in dat veld. En dat maakt dat het zo'n powerful veld is. Mm. Dat, wij staan daar ook gewoon ondertussen met kippenvel dat te begeleiden, omdat je het energieveld zo goed kan voelen en mensen gaan daarop aan en die durven dan ook. Ja, maar het is inderdaad wat je zegt, dat veld wat wij daar neerzetten, en dat doen we ook met verschillende methodes, we besteden daar van tevoren echt al super veel aandacht aan, dat mensen daar inderdaad een veilige space hebben om die processen in te duiken. Ja. Ja, dat is super tof. En ja, precies. Ja, ik voel hem alweer helemaal. Even geduld hebben. Wow. Ja. Ja. Mooi, ik ga even naar de tijd kijken. Precies een uur. Ja. Dat gaat snel, hè, de tijd. Ja. Mooi. Ik zit even te voelen of ik nog vragen heb. Maar volgens mij hebben we wel heel veel mooie dingen hierin ook aangetikt. Wat ik wel mooi vind, misschien hebben jullie allebei nog een mooie tip op het gebied van adem, laten we het lekker daarop houden, die jullie mensen thuis zouden willen meegeven. Hmm. Ja, volgens mij is bewustwording op je eigen ademhaling en ook erop vertrouwen dat je adem jou dus, dat je die op verschillende manieren kunt inzetten. Dus enerzijds natuurlijk om
bijvoorbeeld emoties te reguleren, om wat meer in verbinding te komen met jezelf, om alle ademgebieden te betrekken, maar ook om te kunnen releasen. Ik realiseer me ineens dat we niet meer verder zijn gegaan op de... Ja. Dat dacht ik net ineens. Ik denk, oh ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben het natuurlijk. Ja, we hebben de koppeling gemaakt naar Citica, waar we het over release hebben gehad. Dus misschien kan je daar nog kort over zeggen. Ik hou hem dan even bij het verbonden ademen. Want ik denk wel dat dan ook sowieso een techniek is die veel gebruikt wordt. En die is natuurlijk heel erg gericht op trauma release. Dat zou ik bij het event natuurlijk doen. Precies. Dat is ook uiteindelijk het ademgedeelte. En wat je daar eigenlijk vooral bij doet, is dat je ook die vrije stroom weer in jezelf, dus waar we het al een paar keer over gehad hebben, dat je dus alles in beweging brengt. Emoties komt van het Latijnse woord emovere. Dus dat is emotie in beweging. Hmm. Dat is wat je daarmee doet. En je zet het zodanig in beweging, terwijl we normaal gesproken, als iets bijvoorbeeld heel heftig is, dan gaan we het vastzetten. En dan zitten we vaak ook hoog. En wat we nu dus doen is vrije doorstroming creëren. En alles in beweging zetten. Dus ook als er een emotie zich aandient, wat een prettige emotie kan zijn. En soms ook dus een onprettige emotie. Laat het stromen. En wat jij net ook aangaf, ook bij de tantra adem eigenlijk. Dat je het als een soort kringloop door je lijf heen laat bewegen. Dat is dit. Mm. Dat is dus ook weer voluit ademen met alles wat zich aandient. Heel krachtig. En ja. En wat? Bewustzijnsverruimend ook. Ja, dat hoor ik echt vaak terug van mensen. Ten eerste dat ze na afloop zeggen van, joh, ik had geen besef meer van tijd of ruimte. Hm. Of dat ze het vergelijken met een plantmedicijnenreis. Mm-hmm. Dat ze zeggen van, nou, het leek wel een trip. En volgens mij is dat ook vooral de vertaalslag van uit je hoofd in je lijf. Dus dat je echt naar die onderbewuste laag gaat, waar je normaal gesproken dus niet bewust van bent. Dat is de kracht van ademen. Ja en die wilde ik als tip meegeven eigenlijk voor... zit je in je hoofd, je adem brengt je weer naar je lijf. Zo simpel is die eigenlijk. Ja. Er zijn zoveel mensen die in het hoofd leven nu, en dan ervaar je stress en chaos. Het enige wat je nodig hebt is bewuste ademhaling om weer in je lijf te zakken. En van daaruit kun je zoveel makkelijker weer bewegen. Ja. Ik heb nog een vraag aan de hand van wat jij net vertelde over de verbonden ademhaling en het trauma. Wat je vaak ziet is ook dat mensen natuurlijk één in een vechtreactie komen, andere keer een vluchtreactie, of ze bevriezen. Ik kan me ook voorstellen, ik heb dat zelf ook regelmatig gehoord, dat mensen zeggen, ja, als ik ga ademen, dan ga ik hyperventileren en dan raak ik in paniek en dan kom ik automatisch al in angst. Mm. Wat is dan de tip die je mensen zou meegeven? Als mensen tijdens een ademsessie bij mij echt in paniek raken in de hyperventilatie, dan nodig ik over het algemeen wel uit eerst om weer even terug te komen naar normaal ademritme. Want je wil ook eigenlijk voorkomen dat iemand bij het ervaren van zo'n heftige emotie juist weer in een soort hertraumatisering schiet. Ja. Dus ik leg dan eigenlijk altijd wel de focus ook weer op het terugkeren naar normale ademritme. Dat doe je met box breathing, toch? Ja, onder andere. Ja. Dus dan heb je box breathing, is dat je 4 tellen inademt, 4 tellen vasthoudt, 4 tellen uitademt en ook weer 4 tellen vasthoudt. Ja. Dat is een hele effectieve manier, zeg maar, om met paniek om te gaan. Om direct weer terug te keren naar een kalme geest. Ja, het gaat om veiligheid. Dat, in paniekaanval. Ja. Dus als jij ze kan ondersteunen in dat ze zich veilig voelen, dan zullen ze ook uit die paniek gaan. Ja. Dan zich veilig voelen om het aan te gaan. Uiteindelijk is het denk ik de bedoeling dat je hem ook gaat afmaken, toch? Ja. Dus dat je of uit het bevroren deel komt, of dat je die vluchtreactie ook af kan maken, zodat het systeem weet van, oké, weet je, ik hoef niet meer te vluchten, of ik hoef niet meer te vechten. Ja. En dan is het juist denk ik ook bekrachtigend om daar aanwezig of zo bij te zijn, en tegelijkertijd diegene wel zijn of haar proces te gunnen. Ja, en daar dan ook heel zuiver steeds voelen, is diegene hier al? Want ik geloof dat je ziel ook wel bepaalt en weet wanneer het moment is om hiermee aan de slag te gaan. En dan hebben wij als ademcoach, noem ik het maar even, ook soms een stap opzij te zetten. En gewoon echt te ervaren van, waar is iemand in het proces? Nice. Is dit nu het moment of daarin ook echt weer de vrije stroom kunnen volgen? Ja. Ja, en je kunt iemand leren om weer terug naar zijn lijf te gaan. Ja. Want paniek is natuurlijk ook een manier van daaruit schieten, van vertrekken, van in het bovenste stuk komen. Dus om je
om weer te leren naar je lijf te gaan, die veilige gronding. Ik heb soms ook wel eens letterlijk dat ik mensen gewoon, dat ik de eigen handen hier neerleg om ze een geborgen gevoel te geven. Dus je kunt daarin ook met lichaams oefeningen, zomaar zeggen, en met datgene wat je zegt of iemand in de ogen laten aankijken, dan heb je ook weer over die verbinding. Dat schept ook vertrouwen in zichzelf. En het gaat er uiteindelijk dus om, die paniekreactie van het hyperventileren betekent, het is nog te spannend om daar naartoe te gaan. Het gaat inderdaad om, kun je weer vertrouwen krijgen in het voelen. Ja. En heeft het lichaam soms tijd voor nodig. Ja. Mooi. Ja. Waar kunnen mensen jullie vinden? Want jullie doen zelf allebei tantra-sessies. Jullie doen beide ademwerk. Volgens mij ook allebei trajecten. Nou, als mensen naar Sitika willen komen, dan kunnen ze op mijn website vinden. Maar ook op jullie website. Dus die vinden, dat is wel goed zichtbaar. Maar waar kunnen mensen jou vinden, S? Op socials uiteraard. S-energy.nl, dat is mijn website. En via jou ben ik ook makkelijk te vinden. In de tekst. Het liefje. Dat is heel moeilijk om niet te zeggen tijdens een podcast. Koosnaapje. Ja. Zo, mijn liefje. Ze moest het toch even doen. We zijn we niet knippen in deze podcast. Hè? Nee, dat doen we ook niet. Nee. Mag het ook allemaal zijn. Oké, liefje. Ja. Dus heb je het nu tegen de wijze vrouw? Ik durf het niet tegen jou te zeggen, want dan word ik gelijk geboycott, weet je wel. Kan tegenwoordig niet meer. Nee. Ik ben ook aardig goed zichtbaar op social media. En ik heb een website, www.magicalbadass.nl. Mooi. Yes. Ja. Dankjewel. Nog een laatste woord? Adem. Nee, blijf ademen alsjeblieft. Ja. Dank jullie wel voor dit mooie, inspirerende gesprek. Ik kijk super naar uit om 8 juni weer samen in de kerk te staan. Misschien willen jullie de naam uitspreken, want ik spreek hem altijd verkeerd. Lebuïneskerk. Lebuïneskerk. In Deventer. Waar we een super toffe event gaan organiseren. Ja. En vind je dit nou tof? Like dan even deze video. Laat even weet in de comments wat je ervan vindt. En vergeet niet te abonneren, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste podcast. En deel hem ook even. Dank jullie wel.